zijn op de tweede verdieping van de GEPI, een verdieping die is toegevoegd na de invoering van centrale security op 3 juni. En in tegenstelling tot wat we altijd op de luchthaven hadden, namelijk mechanische buitenzonwering met lamellen die dichtgingen op het moment dat de zon schijnt en weer open als de zon niet schijnt, hebben we hier een nieuwe techniek toegepast. En de nieuwe techniek is het toepassen van een zeefdruk in het glas met witte bolletjes aan de buitenkant en zwarte bolletjes aan de binnenkant. Witte bolletjes om het licht te reflecteren en de warmte buiten te houden. En zwarte bolletjes die het oog eigenlijk neppen, omdat in het menselijk oog zwarte bolletjes altijd kleiner lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Waardoor we toch rustig de vliegtuigen kunnen zien en naar buiten kunnen kijken, ook als de zon schijnt. We hebben hier op deze overlaging te maken met een blinde kant en een lichte kant en zouden dan geen gelijkmatige verdeling van het licht krijgen. En om daar toch voor te zorgen is in eerste instantie de gevel enigszins schuin naar achteren geplaatst, waardoor het zonlicht en het buitenlicht zo ver mogelijk naar de blinde kant komt. Het plafond is uitgevoerd met een reflecterend en lichtverstrooiend materiaal die het licht zo goed mogelijk verspreidt over het geheel. En uiteindelijk is ook de blinde kant uitgevoerd met reflecterend materiaal wat licht reflecteert, wat nog ondersteund wordt door extra verlichting aan die blinde kant. Uiteraard is de hele pier uitgevoerd met LED-verlichting. Sommige LED-verlichting ook van een wat meer warmere kleur, met name in de avond, zodat je niet gelijk hier in een koude pier aankomt. De klimaatbeheersing in deze pier is heel bijzonder. We hebben hier te maken met een stuk van het gebouw wat soms wel en soms niet wordt gebruikt. En dat hebben we geprobeerd aan te pakken door het systeem daar ook op te regelen. En dat betekent dat, en dit is uniek in de wereld, dat het klimaatsysteem hier is gekoppeld aan het SIS-systeem. We weten dus op een bepaald moment als een vliegtuig aankomt. En als dat vliegtuig aankomt, dan wordt de lucht inblaast, wordt daarop aangepast en wordt verse lucht ingeblazen die door het plafond wordt bijgekoeld of bijverwarmd, afhankelijk van of het winter of zomer is. Zodra de passagiers hier lopen, worden hun telefoons uitgepeild en weet het klimaatsysteem wanneer de laatste passagier hier vertrokken is en toert hij automatisch vanzelf terug. Uiteindelijk zorgen al deze technieken ervoor dat deze pier, deze overlaging, een compleet energiezuinig geheel vormt.